De Prinsjesdagstukken zijn opnieuw uitgelekt. Is het nog wel te doen om deze cijfers verborgen te houden tot de derde dinsdag van september? En in hoeverre mogen scholen hun identiteit uitdragen? Welkom bij Uitgelicht. De Prinsjesdagstukken zijn gisteravond opnieuw uitgelekt. RTL Nieuws wist de hand te leggen op de cijfers die eigenlijk pas op de derde dinsdag van september bekend zouden worden. Bij ons in de studio Rudolf Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Meneer Bisschop, welkom. Dank u. Hoe komt het eigenlijk dat die stukken eigenlijk altijd wel uitlekken, ieder jaar opnieuw? Ja, er zijn blijkbaar mensen of politici of ambtenaren, bestuurders die daar belang bij hebben, ja, dat gegevens uitlekken. Want, en dat dus voortijdig bepaalde elementen uit de begroting in het nieuws komen. Is dat erg? Nou ja, kijk, formeel is het zo dat de derde dinsdag van september wordt de begroting, ja, gepresenteerd. En dan, ja, is het dus raar dat via allerlei nieuwsberichten voor die tijd al van alles en nog wat bekendgemaakt wordt. Ja. En dan niet het geheel, maar elementen die bestuurders goed uitkomen. Ja, precies. Maar zou het eigenlijk niet beter zijn om het hele ceremonieel van die derde dinsdag van september gewoon achterwege te laten? Want het is eigenlijk ieder jaar toch zo dat die stukken uitlekken. En ja, wat is het nut daar eigenlijk nog wel van? Ja, het is gewoon een traditie natuurlijk. Het is een hele, ik heb het gekscherend gezegd, het is een hele dure manier om een pakketje te bezorgen. Ja. Hè? Dus, maar het hoort bij de parlementaire traditie. Ja. En zo gek veel tradities hebben we niet in Nederland. Je moet daar ook gewoon zuinig op zijn. Het is ook een manier om zichtbaar te maken dat de koning deel uitmaakt van de regering. Hè? Ja. Niet van het kabinet, maar wel van de regering. Ja. De troonrede voorlezen waarin de hoofdlijnen van het beleid worden uitgezet. Mm-hmm. En dan zou het idealiter zijn, als de begroting dan ook daarna pas bekend wordt. Dat is op zich ook al een voordeel, want dan op het moment dat het voorgelezen wordt en de stukken worden gepresenteerd, weet je tenminste al wat we kunnen verwachten. Het is, ja, niet een complete verrassing dan. Nee, nou dat is het sowieso niet, want de financiële woordvoerders die krijgen de stukken al op stik. Ja. En dan moeten ze, en dat is een beetje heel vertrouwelijk natuurlijk. Ja, heel vertrouwelijk, ja, ja, want ze moeten tekenen voor vertrouwelijkheid, ja, ja, terwijl de stukken al in de publiciteit liggen. Ja. Maar ja, het hoort bijna ook bij de folklore, mm-hmm, dat het voor die tijd uitlekt. Ja. En het grappige is natuurlijk, als je de zaken goed zou kennen, als je, mm-hmm, zou weten hoe relaties lopen en je zou analyseren wat lekt eruit, ja, wie heeft daar belang bij, ja, wie kent wie, dan zou je, want een zo'n lekkage laat, mm-hmm, altijd een vingerafdruk na, ja, dan zou je bij wijze van spreken tot op de afdeling zien, ja, van, ja, van een departement of een politieke partij, zou je, van een fractie, zou je kunnen traceren wie dat heeft gedaan. Ja. Alleen, je kunt het nooit bewijzen. Ja. Dus vandaar dat het nooit namen worden genoemd. Volgend jaar kan het kabinet 1,5 miljard extra verdelen. En dat gaat met name naar de ouderenzorg, naar onderwijs en naar veiligheid. Bent u daar blij mee? Ja, dat is denk ik heel goed dat gebeurt. De Defensie heeft natuurlijk jaar in jaar uit moeten inleveren. Ja. Is ontmanteld tot op het bot, bij wijze van spreken. Nou, er zijn allerlei berichten ook van in de pers geweest van hoe moeilijk het is om daar nog fatsoenlijk trainingen te, ja, doen, oefeningen te doen. Het is echt uitgekleed, maar door de veranderende omstandigheden, politieke verhoudingen internationaal, realiseren bestuurders zich nu opeens van, hey, wacht even, we hebben dus wel defensie nodig. Ja. En, dus dat is wel een stap in de goede richting. Dat is ook heel goed. Ja. En dat ouderen ontzien worden is ook prima. Ja. En over het geheel natuurlijk een hele vrolijke boodschap van, ja, iedereen gaat erop vooruit. Ja. Maar wie er verder op achteruit gaan, verhoudingsgewijs, ja, dat zijn de eenverdieners. Want eenverdieners gaan er netto wel op vooruit. Dus, ja, dat is wel een vooruitgang, zou je zeggen. Ze gaan erop vooruit. Uh-huh. Maar zet je dat af tegenover 2 verdieners, dan is dat 0,5% minder. Uh-huh. En dat betekent dus dat die kloof tussen die 1 verdieners en die 2 verdieners, die wordt weer groter. Ja. En daarom blijven wij vreselijk veel moeite houden met deze politiek, waarbij, ja, mensen die 2 banen hebben extra gesubsidieerd worden door allerlei bijdragen, ja, allerlei vergoedingen, tegemoetkomingen enzovoort. Ja. En die 1 verdieners, die worden keer op keer, worden ze jaar op jaar nog steeds, ja, afgestraft. Ja. Terwijl
Je wilt dat mensen mantelzorg doen. Dat er vrijwilligerswerk wordt verricht. Ja. Je wilt een participatiesamenleving. Dus een zorgzame samenleving. Dus ik ben nog niet helemaal tevreden over de plannen. Nee, op dit punt gaat het echt gewoon de verkeerde kant uit. Ja. Nou, wij gaan daar ook straks in verkiezingstijd daar een stevig item van maken. Okay. Want ja, het gaat niet over de achterban van de SGP of de christelijke partijen. Maar over de achterban van alle partijen in feite. Mm. Dus, wat deze week nog meer in de aandacht was, dat waren de zogenaamde Gulen-scholen. Afgelopen weken zijn er bijna 600 leerlingen uitgeschreven uit die scholen. En de scholen zeggen zelf dat er een hetze wordt gevoerd tegen hen. Zeg maar, dat een negatieve campagne. Wat zijn precies Gulen-scholen? Ja, islamitische scholen die zich baseren op het gedachtegoed van de voorganger, de leider Gulen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de persoon die ervan beschuldigd wordt dat hij achter de coup zit tegen Erdogan in Turkije. Wat vindt u eigenlijk van dat zulke scholen bestaan in Nederland? Eigenlijk politiek georiënteerde scholen. Vindt u dat dat goed is? Ja, ik vraag me af of dat politiek georiënteerde scholen zijn. Mm-hmm. Kijk, laat ik vooropstellen, als SGP'er zou ik willen dat elke school een school met de Bijbel was. Ja. Alleen wij hebben in ons land een stelsel waarbij ouders de ruimte hebben om die school te zoeken die het beste past bij hun persoonlijke overtuiging, bij de gezinsopvoeding. Maar vindt u ervan dat een school echt een politiek statement over een ander land uitdraagt? Vindt u dat goed of vindt u dat dat moet kunnen in Nederland? Ja, kijk, een Gulen-school die heeft een bepaalde insteek, een bepaalde visie op de islam die niet van Erdogan is. Hè. Erdogan grijpt de mislukte coup aan, moet ik zeggen, en beschuldigt Gulen dat hij daarachter zit. Ja. En vervolgens voert hij enorme zuiveringen door, waardoor tienduizenden mensen uit de rechterlijke macht, het onderwijs en de ambtenarenapparaat weggezuiverd worden. Maar hoe ver moet die vrijheid van onderwijs gaan? Want ik bedoel, misschien is de volgende stap wel een IS-school of een Assad-school of zo. Ja. Hoe ver kan je daarin gaan in Nederland? Wat is toegestaan? Op dit moment is wettelijke bepalingen zijn beperkt. Mm. Althans, je moet aan zakelijke eisen voldoen. Ja. Maar als het gaat over gedachten, de ideeën, dan zijn de wettelijke beperkingen die opgelegd kunnen worden, zijn heel beperkt. Mm. Alleen, waar het wel steeds meer naartoe gaat, is dat scholen moeten voldoen, moeten accepteren dat we in een democratische rechtsstaat leven. Dus dat moet hetgene zijn wat elke school onderschrijft eigenlijk? Wat elke school onderschrijft. En die moet dat ook in het lesprogramma doorvertalen. Mm-hmm. Daar zit wel een zeker risico in, want wie bepaalt wat die democratische rechtsstaat is? Want ook dat is niet iets wat voor eens en voor altijd vast ligt. Mm-hmm. Maar ook daar zijn veranderende opvattingen. Kijk alleen maar over het homohuwelijk. Ja. Er zijn scholen waarbij die nadrukkelijk aangeven, en daar horen ook islamitische scholen bij, dat een homohuwelijk niet in lijn is met de eigen overtuiging. Ja. Maar dat gaat sommige politici al te ver. Ja. In Trouw stond bijvoorbeeld afgelopen woensdag: de samenleving is zo divers geworden dat eigenlijk alleen neutraal staatsonderwijs nog een gemeenschappelijk kader van waarden en normen kan scheppen. Bent u het daarmee eens? Ja, het is een wat naïeve bewering. Mm-hmm. Wat is neutraal? Ja. Neutraal staatsonderwijs. Dan moet de staat voorschrijven. Dat is niet christelijk, dat is niet islamitisch, maar dat is gewoon de kennisoverdracht die ook getoetst wordt bij de examens, toch? Ja, maar dat gaat toch nooit buiten waardenoverdracht om. Een school is een waardengemeenschap. Ja. En neutraal staatsonderwijs, dat betekent dus gewoon dat je zegt van, wij hebben een bepaalde levensbeschouwelijke grondslag en daar moet iedereen aan voldoen. Ja. Dat zou een ramp zijn voor het Nederlands onderwijs. Want wat krijg je dan? Staatspedagogiek. Hoezo? Dat wil je toch niet? Hoezo is dat een ramp? Omdat dat net zo goed een levensovertuiging is, maar één die niet aansluit bij bijvoorbeeld de christelijke scholen. Ja. Kijk, wij hebben in Nederland geen staatsscholen, geen staatsonderwijs. Ja. Wel door de overheid gefinancierd. Mm-hmm. We hebben maatschappelijk verankerd onderwijs. Ja. Dat betekent dus dat onderwijs het aanbiedt in een vorm die aansluit bij datgene wat aansluit bij wat ouders wensen. Ja. En dat onderwijs ademt met de samenleving mee. Ja. En dan moet je ongelooflijk zuinig op zijn. Ja, en een pleidooi voor neutraal staatsonderwijs. Daar bent u het niet mee eens eigenlijk. Nou ja, A, het kan niet. Mm-hmm. En B, het is zeer ongewenst om zelfs maar in die richting te denken. Mm-hmm. Ja. Omdat je dan je super in de richting van het onderwijs. Mm-hmm. Mensen komen vanuit het buitenland kijken hoe wij het hier in Nederland gedaan hebben. Ja.
en hoe we dat hier vormgeven. Ja. En die proberen dan in hun land ook zoiets in te brengen in dat staatsonderwijs. Ja. Ja, dat moet je koesteren, daar moet je zuinig op zijn. Oké, we hebben beperkte tijd, dus we gaan naar het volgende onderwerp toe. Want afgelopen week was premier Netanyahu, de premier van Israël, die was in ons land. En een van de Kamerleden, Kuzu, van de partij Denk, die weigerde bij de ontmoeting Netanyahu een hand te geven. Is dat eigenlijk wel eens vaker voorgekomen? Nee, niet dat ik weet. Overigens is het niet partij Denk. Ze noemen zich een beweging. Ja. Maar het is in de Tweede Kamer niet meer dan groep Kuzu Aztürk. Ja. Ja. Het is een afsplitsing van de PvdA. Wat vindt u van de ophef rondom het feit dat hij dat weigerde? Ja, is wel verklaarbaar. Want dit is natuurlijk een actie die heel ongewoon is en ook elke vorm van wellevendheid mist. En ja, eigenlijk moet je daar niet te veel aandacht aan besteden. Ja. Maar als je het er dan niet mee eens bent, en dat statement heeft de heer Kuzu willen maken, blijf dan weg. Ja. Hè? In plaats van op zo'n wat lompe manier jezelf profileren. Goed. Laten we even gaan kijken naar een reactie van premier Netanyahu. Die heeft plaatst op Twitter. Ja. ראינו היום שוב דוגמה ברורה מי רוצה בשלום ומי לא רוצה בשלום. אני אמשיך להציג את עמדתה של ישראל בגאון בכל העולם ולחזק את מעמדה הבינלאומי. וכפי שאמר מנחם בגין זיכרונו לברכה, מי שמעקם את האף, יישאר עם אף עקום. Is dit een goede reactie? Ja, ik vind het prachtig. Stijlvol. Ja. Trouwens ook zijn reactie op het weigeren van de handdruk. Ja. Hij stak gewoon heel, je kunt het op die filmpjes prachtig zien, heel normaal zijn hand uit. En Kuzu die demonstreerde van nee, van mij krijgt u geen hand. Zou u ieder staatshoofd een hand geven die zou komen? Als je daarbij aanwezig bent, dan hoort het gewoon bij de menselijke, gewoon de menselijke omgangsvormen, dat je dat doet. Ja. En als hij dat niet wilt, dan moet je aanwezig zijn. Maar hij wilde duidelijk wel een statement maken. Hij dat is ook aardig gelukt. En je ziet dat in zijn achterban wordt dat bejubeld. Ja. Nou ja, dat hoort dan misschien bij een bepaalde cultuur. Ja. Maar het is wezensvreemd aan onze cultuur van hoffelijkheid en wellevendheid. Daar, zo doe je dat niet. Tot slot ons laatste onderwerp van vandaag. Afgelopen woensdag dagvaarde een groep artsen minister Schippers omdat de invoering van de abortuspil op zich laat wachten. Hoe kijkt u zelf naar dat proces, zeg maar, van die hele, die hele kwestie rondom de abortuspil? Ja, het is het was te verwachten dat zo'n soort actie zou ondernomen worden. Hè? Want het moet allemaal laagdrempeliger worden en sneller ingevoerd worden. Wij zijn het daar hardgrondig mee oneens. Mm-hmm. Wij hebben samen met een aantal hulporganisaties, NPV, Syris, RMU, VBOK en in samenwerking ook met de ChristenUnie, hebben we niet een tegenactie, maar dat zo zou het uitgelegd kunnen worden, hebben we een week van het leven uitgeroepen. 7 tot 12 november. We zijn deze week. Dat wij dus de waarde van het menselijk leven in elk stadium centraal willen stellen. En dat wij die 30.000 kindertjes die elk jaar in Nederland van het leven beroofd worden, dat we die praktijk aan de kaak willen stellen. En dat wij vinden, dat wij willen onderstrepen dat er eerlijke voorlichting nodig is. Dat moet niet in handen liggen van abortusklinieken. Mm-hmm. Maar dat moet in handen liggen van een zelfstandige, onafhankelijke instantie. En dat leven beschermwaardig is. Ja. Dat willen wij centraal stellen. En daarvoor zijn we dus deze week een fondswervingsactie gestart. Ja. Die loopt, eergisteren is dat van start gegaan. We zitten inmiddels op een 3.500 euro dat al spontaan gedoneerd is. Ja, wat hoopt u dat u kunt bereiken met deze actie? Bewustwording. In die week van het leven komen er spotjes op de radio. Misschien stationsreclames. Misschien afhankelijk van wat er verder financieel mogelijk is. Internetreclames. Om mensen bewust te maken van mensen. Menselijk leven begint bij de conceptie en is beschermwaardig vanaf dat moment. En dan hoop je dat op die manier, door dit maar gewoon onder de aandacht te blijven brengen, mensen op een gegeven moment zich realiseren van hey, en zeker de jongere generatie, waar signalen zijn dat ze dat zich bewust worden. Mm-hmm. Van daar mag je met je eigen handen mag je daar niet aan zitten. Afblijven.
Ik wil u graag bedanken voor dit gesprek, meneer Bisschop. Graag gedaan. U thuis ook bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Graag zien we de maandag weer. Tot dan.